In een klooster in Mauerbach, een dorpje weggedoken in het Wienerwald, liggen vele honderden kunstwerken die de nazi's in de oorlog hebben gestolen. Ook kunstwerken die uit Nederland zijn weggeroofd. Binnenkort begint in Wenen een proces. Een Oostenrijkse rechter gaat dan bepalen of de schilderijen zullen terugkeren. Een juridisch schimmenspel waarover in Nederland veel onvrede bestaat. Ja, wij moeten eigenlijk met onze hoed in onze hand bij de voormalige vijand komen en hem vragen of hij alsjeblieft zo goed wil zijn ons terug te geven wat hij ons heeft ontstolen. Goedenavond, een half uur brandpunt met drie onderwerpen. Op de eerste plaats informeren we u wat nader over het tekort aan medische apparatuur voor kankerpatiënten. Verder werd deze week geteisterd door een lawine van bezuinigingsvoorstellen van het WVC-duo Dees en Brinkman. En tot slot, u zag er al iets van, gaan we in ons laatste onderwerp op zoek naar de duizenden schilderijen die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werden geroofd en waarvan er nog steeds een groot aantal niet terug is. We bezochten onder andere een klooster in Oostenrijk. Fons. Eerst de gevreesde ziekte. Iemand die kanker heeft en moet worden bestraald moet in een Nederlands ziekenhuis tegenwoordig gemiddeld 4 tot 6 weken wachten op behandeling. In het ene ziekenhuis is er te weinig apparatuur, in het andere ziekenhuis is die apparatuur er wel, maar ontbreekt het aan deskundig personeel om zo'n behandeling uit te voeren. Een alarmerende situatie, zeker gezien de toename van het aantal kankerpatiënten. Een reportage van Cecile Riekert.